Een goede avond, dames en heren. Allemaal van harte welkom hier alweer bij de laatste voorstelling. Ons stuk, Hallucinatie. Een stuk met verwarring, verwikkelingen, misverstanden en persoonsverwisselingen. Maar vooral heel veel humor. Vanavond hebben de leden van de Toverkast, de toneelvereniging in Kasteren, voor het zevende seizoen weer een klucht op de planken gezet. Poelman. Hallo? Hallo? Idioot! Hallo zeg, sinds wanneer de tante Post zoveel moeite om haar handel persoonlijk tot aan de vijfde verdieping te brengen? Kees Korstiaans, welke rol heb jij gespeeld? Nou, ik was dit jaar Simon, de man van Gonda, van Nicole Dame. En ik was eigenlijk een totaal mislukte schrijver, hè, van boeken. Maar proberen, maar er lukte niks. En op een gegeven moment werd een manuscript gekocht. En dan ben ik naar de boekenbeurs geweest om dat te bekonkelen. En tijdens die beurs is er van alles in dit huis eigenlijk gebeurd waar ik totaal geen weet van heb. Ik had wel zorgen op ons best uit moeten zien, Gonda. Vooral jij. Ze komt namelijk om zaken om met jou kennis te maken. Inge, zo iets lukt me toch niet? Doe eens even open! Ik ben nog gauw uit. Oh, jij hier. Dat kan misschien wel nog gezellig worden, hè? En wie bent u dan wel? Wie? Hè? Ik. Ja, wie anders? Die anderen die ken ik immers al. Maar nu wil ik het wel eens weten. Simon, Gonda, zij zijn thuis op je op de een van vandaag figuur in de loopbaan. En een ziekelijke nieuwsgierige oude trouw. Kustlathouders, welke rol heb jij gespeeld? Ja, ik ben, maar ik weet het niet zeker dat ze mij een gillie genoemd hadden. Ik was zo'n simpele, een simpele kerel die niks wist en toch van alles moest doen. En ik dacht dat het toch behoorlijk goed gelukt was. Hé, hey, gillie, wat kom jij nou doen? Gillie? Welk normale mens heet er nou gillie? Ja, die mag inderdaad zo heten. Maar, heb jij net als de postbode ook nog nooit van een brief geheim gehoord? En bovendien, ik ben in feite veel meer geïnteresseerd in je echtgenoot. Ja, Maar, dat is dus je man. Maar wat? Ja, dat is mijn man. Aha, dus jij bent zijn. Ja, ja. Dat laat me je omarmen. Ach nee, toch maar liever niet. Luister, Gilly. Ook als je er niets van begrijpt, jij bent vanaf nu mijn man, hoor je? Ik jouw mens? Hoe kan dat dan? Ik zal het je later allemaal wel uitleggen. En zei me dan, stel dat je het niet goed vindt. Die is me immers toch niet. Overdag werk ik bij je tankstation, hè? Maar s'avonds ben je toch zeker wel thuis? Ja, s'avonds ben ik altijd thuis. Maar hoezo tankstation? In een brief van Gonda meen ik eens gelezen te hebben dat je schrijver bent. Oh ja? Ja. Schrijven doe ik ook nog. Met de pomp doe ik erbij, want van schrijven alleen kunnen ze maar een heel klein beetje leven, hè? Bertus, zitten! We zijn uitgenodigd voor de koffie. Je hebt jezelf uitgenodigd. Maakt dat alleen het verschil? Voor jou niet, nee.
Suzanne, welke rol heb jij gespeeld en hoe vond je het om het te spelen? Ik was deze keer mevrouw Knol, de werkster. En ik was nogal een nieuwsgierig typeje. En niet van het poetsen. En ik vond het wel heel leuk om te doen. Ja, en wat was nou eigenlijk de clue van dit verhaal? Alles was gedroomd door de hoofdpersoon Gonda. Dat hoefnaven is toch geen postbode? Weet je, ik kwam straks thuis aan het werk omdat ik een stukje vergeten was. En toen lag geen bewusteloos op de grond. En toen heb ik meteen de dokter gebeld. Zijn de anderen allemaal al weg? Anderen? Welke andere Gonda? Er is hier nog niemand. Zo, dames en heren. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben kunnen volgen. Maar ik hoop nog meer dat jullie er allemaal heel erg van genoten hebben. Want dat was natuurlijk de bedoeling. Ze heeft er zich niet voor 100%, maar wel voor 200% voor ingezet. Onze eigen Sylvia van Oorschot. De spelers willen nog even afsluiten met een lied. Dankjewel. Bye.